Jimé, wat die mena? Winnen naast Ajax Stadion. Beter gevoel is er niet, toch? Nee, natuurlijk niet. Hè? We hebben opvallend podium. Je hebt je punten veranderd. Waarom heb je je punten veranderd? Dat is al een tijdje. Dat is al een enig tijdje. Ik heb de unicornborden waren zo hard, waar eigenlijk de pijlen niet goed in bleven zitten. En voordat ze de borden veranderen naar Target, volgens mij nu. Ja, Target. Daarvoor heb ik eigenlijk de punten veranderd. En waar we dus beter aan bord blijven zitten. Goed, dit jaar is wat lastig. Begin. 8 euro toe is geplaatst van de 9. 7, bijna goed. Het wou nog niet helemaal lukken, hè? Waar komt het door? Komt het door het gewicht waar je een beetje mee aan het schommelen was? Weet je wel dat je met je evenwicht aan het spelen bent? Nee, wat ik zojuist al in het begin van de avond tegen RTL 7 zei. Ik heb het eigenlijk een beetje. Ik heb het nooit verteld, nooit als excuus gebruikt. Maar ik heb een behoorlijke tijd last van hielspoor. Maar ik heb ook een tijd last gehad van een gescheurde spier in mijn rechterschouder. Heel lang aan het zoeken geweest. Heel lang zoeken geweest hoe ik moet trainen in ieder geval. En het heeft mij het eerste half jaar zeker heel veel pijn gedaan. En dat heb ik nooit als excuus gebruikt. En dat doe ik ook nog steeds niet. Maar weet je, we komen er bovenop. En vanavond was in ieder geval gewoon een goede wedstrijd, lijkt mij. Ja, zeker een goede wedstrijd. Het is al door gelijk opgaat. En dan breek je hem. Eerst kreeg ik 2-0 achter, dan breek je hem. En dan kom je eigenlijk een beetje los, maar je kon niet helemaal afstand nemen tot die 5-5. Nee, en Johnny en ik nemen nooit afstand van elkaar. En ik zei al tegen Viaplay van McCourt. Ik zei, ik heb 3 podiumwedstrijden van me gewonnen. En wordt tijd voor de 4e. En doe het. Ja, prima. Je doet het, Jimé. Morgen veel succes. Yes, dankjewel.